Dit is de Kroeps E802B. Een zeer compacte automaat, zo niet de compactste van alle espresso machines in de wereld. Deze Kroeps heeft een LCD-scherm en uiteraard een stoompijpje voor uw cappuccino of voor uw heet water, wat u beide via deze pijp kan toedienen. Met de draaiknop kan u ook zien op het scherm welke koffie u kiest. Wil u in het menu gaan, dan gaan we naar programmeren. We hebben het onderhoud daarin zitten. Het onderhoud betekent via OK het spoelen en het schoonmaken. Dat kan u hier allemaal zien. En het waterfilter, of u dat al of niet wil hanteren. En we gaan terug en dan gaan we naar instellingen. Daarin kan u de taal instellen, het display contrast instellen, de datum en de tijd en de automatische uitschakeltijd. Die is wel handig voor uw stroomverbruik. Via dit stoompijpje kan u zorgen voor stoom voor uw cappuccino. Makkelijk dat u hem ook kan draaien. En met dit knopje, door die in te drukken, gaat hij op dit zogenaamde T-stand. Dat wil zeggen heet water. U kan met deze machine ook twee kopjes tegelijk zetten door twee keer op de knop te drukken. De uitloop is afstelbaar. Hij staat nu op mijn cappuccino standje. Maar ook voor hen die een grote bak willen of een cappuccino. Zelfs dat hele grote glas kan eronder. Hoogste tijd voor een kleintje. Met de draaiknop kan u de milliliters afstellen. Ik schat hem op 40. Nou, wat ik zie, dat maakt me ontzettend blij. Want we zien meteen een erg mooie crème-laag. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met hun hydraulische pers. De koffie wordt namelijk hydraulisch aangeperst. Dat gebeurt met 30 kilo. Heel gelijkmatig. En we hebben net al gezien dat de restante, het residu, dan ook heel droog is. De koffie is goed ingedikt, prachtig van kleur. En de smaak weten we direct. Oei, die is ook heel heet. Even blazen. Nou. Ik ben gewoon in Italië hoor. Bonenreservoir zit natuurlijk bovenop en de afstelknop voor de maalgraad zit hier ook. Hij staat lekker naar links, dat betekent dat hij goed fijn maalt. En met die hydraulische pers bakt hij er ook iets moois van. In het display geeft deze machine aan dat het residubakje vol is. Dus u trekt het dan uit, u leegt het en na leging plaatst u hem gewoon weer op zijn plekje. En dat gaat heel erg makkelijk. En dat geldt ook voor het overloopbakje, want ook dat geeft hij aan. Daar staat tenslotte, heeft u de twee opvangbakken geleegd. Geeft u dan ja en oké, dan gaat hij terug naar zijn beginscherm. En als u hem dan net heeft, dan is het toch altijd makkelijk dat je hier zomaar een boekwerkje uittrekt met in beeld precies wat u moet doen om hem te starten, voor de eerste keer en voor iedere andere keer, en hoe die werkt. En naast achter aan de machine zit hier de waterbak van 1,7 liter. Dat is ruim bemeten en daar kan je echt een potie mee voort. Een heel leuk systeem van Kroeps, dat vind ik toch wel weer heel apart, is dat de zetgroep er niet uit hoeft om hem te spoelen. Normaal doe je dat bij de meeste machines eens in de week met lauw water. Bij deze hoeft u helemaal niets te doen. Hij doet dat namelijk gewoon zelf. Dus daar bent u weer vanaf. Het scherm geeft ook aan dat hij gereinigd en of ontkalkt moet worden. Heel simpel, dan neemt u actie zoals voorgeschreven en het product moet altijd even hierin gedaan worden. Dat wordt overigens bij de machine meegeleverd. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op, komt goed.